Omdat dit geluid al enige tijd niet meer te horen is geweest in de sociëteit van studentenvereniging Engine in Almere, staan alle seinen letterlijk op rood. Door de tweede lockdown in de horeca zit de oudste studentenvereniging van de stad financieel in zwaar weer. Luc Rietveld, prezes van studentenvereniging Engine in Almere. We staan hier in de sociëteit en ja, het is akelig stil hier, want jullie zijn dicht. Ja, we zijn helaas genoodzaakt om dicht te blijven in verband met corona. Dat betekent dat we geen omzet kunnen draaien. We hebben geen plek waar we samen kunnen komen om met z'n allen te kunnen genieten. Ja, hoe erg is het op dit moment? Het ziet er niet zo goed uit. We kunnen geen omzet draaien, dus het wordt lastig om de huur te betalen. Zoals het er nu uitziet kunnen we nog ongeveer 6 maanden vooruit. Maar daarna wordt het wel een kritieke toestand. Dus eigenlijk is dit een noodkreet? Dit is een noodkreet, ja. Om hulp? Ja. Ja. Wat zou er moeten gebeuren? Een ideale situatie is dat er een opschorting komt van de huur van de sociëteit. Zodat we die vaste lasten gewoon niet meer hebben. En dan kunnen we gewoon nog vooruit. De huur van €1800 per maand moet worden betaald aan de gemeente. De studenten hopen dan ook dat daar de oplossing ligt om sluiting te voorkomen. We hebben wel geprobeerd op meerdere manieren, meerdere keren bij de gemeente hulp te zoeken voor deze toestand. Daaruit is alleen gebleken dat de huur stopgezet kan worden en dan na een bepaalde periode alsnog betaald moet worden. Maar dat is voor ons een beetje uitstel van executie. Studentenvereniging Engine bestaat al sinds 1998. De sociëteit zit al 18 jaar op deze plek in het centrum van Almere. Het is een begrip in de stad waar verschillende generaties hun studentenleven doorbrachten. Willemijn, bestuurslid van studentenvereniging Engine. Ja, het is hier al enige tijd doodstil. Wat zou het betekenen als deze plek zou verdwijnen voor jullie? Nou, het zou voor ons heel zonde zijn en ik denk eigenlijk voor heel studentenstad Almere. Wij doen ontzettend hard ons best om het te bevorderen, studentenstad. En ja, mocht dat niet meer mogelijk zijn, omdat we onze sociëteit en ons eigen plekje verliezen, dan zal dat wel grote gevolgen hebben, denk ik. De sociëteit is eigenlijk gewoon een tweede huis. Dit is de plek waar de studenten, de leden samenkomen om elkaar weer te zien na een lange tijd natuurlijk en te genieten van een drankje. Inmiddels heeft de studentenvereniging de jaarlijkse contributie verdubbeld voor de 200 leden. Toch zal dat niet genoeg zijn om de sociëteit ook volgend jaar open te houden.